goed geuiten de dieren. Best uitgezonden. De benen kan hier en daar iets een bemerking zijn. Maar kijk je toch al even maar anders naar die koe. Dan is de ophangband die niet te goed zichtbaar is. Die zal dan waarschijnlijk nog komen naar de zuchtreuk gaat. En dan vervolgt door de derde koe in het gezelschap. Ook een beste koe. Harde koe. En ook een groep die allemaal gezien zijn van goede benen. Dan de groep van de familie Poort. Een groep qua kleur ontzettend uniform. Zwarte kan niet, zeg ik wel, want dan heb je geen zwart onderdoeje meer. Ze zijn heel zwart. Maar ook qua bouw en qua uiers zijn ze wel heel uniform. En houden ze elkaar ook heel goed vast. De dieren met beste uiers, ondiepe uiers, zijn nog wat jonger gemiddeld als de voorgaande groep. Maar alle drie voorzien van beste uiers en ook van goede benen. Zijn even wat minder zwaar, maar ze zitten wel heel goed in elkaar. Dus als u dat zo bekijkt, dan kunt u mijn dilemma denk ik wel voorstellen. Dat je zegt van ja, ze zijn alle twee heel best, maar welke is nou de beste? En ik zou u willen voorstellen dat u ze allebei even opstelt. Kunt de mensen en het publiek ook nog even op stand bekijken. Ja, dan wil ik ook te horen meer verteld, want het is tegen die bedoeling van de kwaliteit van de benen, de droogheid van de hakken. Ja, de breedte van de achteruiers. Zijn allemaal dingen waar ik op gekeken heb. En dan uiteindelijk heb ik gekozen Billy Poot op de tweede plek. En de familie van de Kooi als kampioen. Hartelijk gefeliciteerd en ik dank u wel. Om te laten zien hoe die sluit en hoe die werkt. Zodat die mooie afstand blijft van de schapen, kunnen ze hem zien. De schapen hebben ogen om te kijken voor hun hoofd. Ze kunnen hem net meer achter zich zien, dus als hij te dicht op de schapen zou zitten, ja, dan hebben de schapen eigenlijk geen idee waar de hond is. Dus door een beetje op afstand te blijven zien ze hem. En hij stuurt eigenlijk de koppen van de schapen. Want wij hebben hier de koppen van de schapen sturen. Dan zou je zien, hij is meteen op. En daarmee sturen wij dus waar ze naartoe moeten. Zijn er twee lekker aan het eten.
Zijn er nog wat kinderen die mij een keer willen helpen? Hier, dus
Probeer, hou altijd eentje in je hand. Gewoon werpen. En als ze terugkomen, zeg je in de hand. En dit laat ik gisteren en ze ga je uitproberen. Ja. En dan pak je die en dan ga je met die andere weer werpen. Nee, Phoenix. Phoenix, ga. Piet. Dus, maar werp zo, stevig staan. Doe nog een keer. Raak de polsen vrij op komen. Ja, goed zo, dat is goed. Kampioen is er ook in geslaagd om, om de uierprijs te winnen. Gefeliciteerd. En het is nog klaar. 83 is ook nog de winnaar geworden van het uierkampioenschap. Betrouwbare bron verneem ik net dat de koe met een geschilderd bordje krijgt. Met zijn eigen beeldenis erop, beschonken door de firma Mulder. Dus dat is, koe die is een koek, daar is hij niet zo van. Gefeliciteerd. Dan hebben we nog een lint te vergeven. En heb ik daar ook nog een blije schenker van? Dat is goed. Dan hebben we het algemeen kampioenschap, jullie hebben het allemaal al gehoord. Nummer 90 is het algemeen kampioen geworden. En Wouter van Hart, gefeliciteerd nog weer. En ik zal bij deze een lens omhangen. En dan is hij helemaal
in folio. Dan dank ik u allen hartelijk voor uw aanwezigheid, enthousiasme en bijdrage. Ik dank ook alle sponsoren, alle vrijwilligers, iedereen die zich op een manier bij betrokken voelt of de ene of anderszins overlast van ondervonden heeft. Iedereen hartelijk bedankt en tot volgend jaar. Ja, je mag het foto nog maar dan probeer je wel aan die kat. Soms bij het staan met het witte.